Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 1 vanmiddag zien we dat een flink deel van Europa met wolken te maken heeft. Vooral boven de Britse eilanden, maar ook in Nederland, het noorden van Frankrijk en het westen van Duitsland zitten ook wel wat gaten in het wolkendek waar de zon dan van tijd tot tijd doorheen kan schijnen. En het blijft niet alleen bij wolken. Als we naar de regenradar gaan kijken, dan zien we dat er ook neerslag in Europa is. In onze omgeving zijn dat vooral buien die vanaf de Noordzee het land intrekken. Maar bijvoorbeeld in het Alpengebied, daar zien we een wat omvangrijker neerslaggebied. En dat hangt allemaal samen met een storing die boven Noord-Italië ligt. En dat zorgt voor sneeuwval in de Alpen. En niet zo'n klein beetje ook. Op sommige plaatsen is 20 tot 30 centimeter verse sneeuw gevallen. En dat is voor eind april best bijzonder. Als we naar de waarschuwingen in Europa gaan kijken, dan zien we die ook terug. In met name Zwitserland en Oostenrijk en ook in het zuiden van Duitsland zijn waarschuwingen uitgegeven voor sneeuwval, dan wel hevige regenval. En dat laatste geldt dan met name voor de dalen, uiteraard. Onder de duizend meter valt er hoofdzakelijk regen. Terug naar eigen land, dit is de radar van dit moment. We zien de buitjes vanaf de Noordzee over het land trekken. Er zijn ook genoeg plekken waar het droog is, op sommige plekken zal dat misschien zelfs wel de hele dag zo zijn. In de loop van de middag wordt het aantal buien vanuit het westen steeds minder en uiteindelijk in de avond wordt het op steeds meer plaatsen gewoon droog. Dit is dan ook het plaatje voor vanavond. Vooral in de kustprovincies en in eerste instantie nog een paar buien in het binnenland zullen de buien al snel gaan uitdoven. Maar uiteindelijk ook aan de kust neemt de buigheid wel af. Halverwege de avond is het een graad of 8. Komende nacht gaat het dan verder afkoelen tot dicht bij het vriespunt. En lokaal zelfs iets ronder in het binnenland. In de kustgebieden is het een graad of 3 tot 4. De wind is eerst nog matig uit het noordwesten. Maar het neemt geleidelijk af naar zwak of matig kracht 2 tot 3. Dat is ook de windkracht voor morgen overdag. De wind waait dan uit uiteenlopende richtingen. Eerst nog een beetje uit het noordwesten, later gaat hij een beetje zwabberen. Niet al te veel wind dus, verder een afwisseling van wolken en zonneschijn. En enkele stapelwolk zou misschien uit kunnen groeien, groeien tot een klein buitje met een paar druppels regen. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Het wordt 11 tot 14 graden en dat is toch alweer een klein beetje winst in vergelijking met de afgelopen tijd. En het gaat nog verder omhoog, want zondag wordt het 16 tot plaatselijk 19, misschien op een enkele plek zelfs 20 graden. Maar dat hangt dan wel een beetje af van de wind, want er komt een oostenwind te staan en die gaat behoorlijk stevig doorwaaien. Windkracht 4 tot plaatselijk windkracht 6, en dat is met name dan rond het IJsselmeer en in het Waddengebied. Als de wind zich iets meer gedeist houdt, dan kan de temperatuur nog een klein beetje verder oplopen. Het blijft een groot deel van de dag droog. In de avond zou er in het Zuidwesten een enkele buien tot ontwikkeling kunnen komen. Misschien zelfs met een klap onweer. Op maandag en dinsdag, begin volgende week, dan is het even weer wat wisselvalliger. We zien wat meer buien. Ook wel nog ruimte voor de zon. Middagtemperatuur doet een klein stapje terug, maar nog steeds met een graad of 14 is het lang niet meer zo koud als de afgelopen tijd ja, kijken we dan nog wat verder vooruit in de 15 dagen, dan zien we dat de middagtemperatuur over het algemeen zo rond een graad of 15 ligt. Misschien richting volgend week einde rond Bevrijdingsdag, dat het zelfs weer in de buurt van de 20 graden zou kunnen komen. Maar een en ander hangt wel een beetje samen met bewolking en storingen die nogal dichtbij zijn. Als het meevalt, dan is het redelijk zonnig en droog. En halen we die wat hogere temperaturen. En als het tegenvalt, dan trekt zo'n storing. Ja, misschien deels net over ons land heen. Betekent veel wolken, misschien een beetje regen zelfs. Ja, en dan zal het in de middag toch niet veel warmer worden dan een graad of 12 tot 13. Het is nog wel een beetje winst ten opzichte van de afgelopen tijd, maar het houdt nog steeds niet echt over, zeker voor de eerste dagen van mei. In elk geval wens ik u nog een fijn weekend toe. En als u volgende week ook nog vrij hebt in de meivakantie, ook nog dan vrije dagen toegewenst. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl